Welkom bij het stuur van de Bollenstreek. We nemen de afslag Noordwijk. Dat doen we met Theo Okkermaar van het CDA en Louis Koppel van PvdA GroenLinks. Heren, van harte welkom. We hadden een commissievergadering en een raadsvergadering deze week. Eerst met een raadsvergadering. We hebben een bijna bizar onderwerp, het gat van Pallas. Ja. Misschien wel de meest besproken plek van Noordwijk. En dankzij vragen van de VVD weten we dat het een bestemmingsplan een keer is geactualiseerd. En dat er nu veel meer bouwmogelijkheden in staan dan we eigenlijk willen. Toen u het voor de eerste keer hoorde, die antwoorden van het college naar die vragen van de VVD, wat dacht u toen? Nou, het begon eigenlijk toen ik de vragen zag van de VVD. Die krijg je dan toegezonden en die ga je dan lezen. En dan denk je van, hé, wat is daar? En dan krijg je daar de antwoorden bij. En dan denk je van, ja, dat kan niet waar zijn. En ja, daar schrik je van. En dan probeer je dat om te rekenen. Je gaat je licht opwerpen, je praat met andere mensen erover van, ja, wat betekent dit nu concreet en wat zijn de mogelijkheden? Ja, dan schrik je daar wel van, ja. Ja, schrok u er ook van of dacht u, wat een zootje? Nou, na de vragen eerst gekeken, hey, waar gaat het nou precies over? En we weten dat er speelde het Sea Palace, wat niet doorging. En was dat nou vervallen, ja of nee? Zelf zat ik er in die tijd niet bij. Maar even dat terugkijkende en nalezende, was eigenlijk die bouwaanvraag, bouwclaim afgewezen. Dus hoorde niet in het nieuwe bouwplan. En daar ergens moest het zitten. En als je dan weer even teruggaat dat het conserverend zou zijn, meerdere malen herhaald, ja, dan klemt het ergens. Ja. En gaandeweg werd dat steeds ernstiger eigenlijk. Ja, het bestemmingsplan is geactualiseerd. Dan neem je al je oude bouwrechten en afspraken neem je erin mee. Sea Palace is een keer een vergunning voor gegeven, maar die vergunning is ingetrokken. Dus eigenlijk zou dat er niet in opgenomen moeten worden. En bovendien, wat Sea Palace mocht, dat is nog ruimer opgenomen in het bestemmingsplan. Ja. Dat is de dubbelfout gegaan, drie dubbelfout gegaan. Nou ja, dat gaan we nu zien. Hè. Daar gaat een onderzoek naar komen. Dat is terecht. Ik vind dat er ons systeem boven moet komen. Van wat is daar fout gegaan? Niet om mensen schuldigen te gaan zoeken. Dat is de gemeente Nederland een handje van. Primair wil ik eerst eens weten wat is hier fout gegaan. En wat kan ik hiervan leren dat het in de toekomst niet weer gaat gebeuren. Want dit is heel veel geld wat Noordwijk zomaar cadeau geeft. En dat kan niet. Raadslid Ter Hark van de VVD zei, we hebben Beverholding, de eigenaar van het gebied, miljoenen cadeau gegeven nu. Dat impliceert dat wel als dat standhoudt, ja. Want kubieke meters representeert geld. Opvallend is dat de tekst anders is dan de tekening, als ik naar de beantwoording van het college kijk. En dat het volume groter is dan Sea Palace oorspronkelijk was. Dus dat is bijzonder. Ja. Maar de antwoorden van het college, daar stonden gewoon dingen in van we hebben dingen niet terug kunnen vinden. Gewoon besluiten niet terug kunnen vinden, hoe het heeft kunnen gebeuren hebben we niet terug kunnen vinden. Gewoon de hele geschiedenis van misschien wel het belangrijkste, de bouwplek van Noordwijk, hebben ze niet kunnen terugvinden. Ja, ik persoonlijk tilde daar iets minder op. Je hebt een project, je doet dat in stappen, je gaat van het ene document naar het andere document. Alleen de overgang of waarom je van de ene naar de ander komt, ja, want er zijn, het zes ogen principe was er ook. Ik denk dat je daar puzzelstukjes of conceptteksten, die zal je niet terugvinden. Ja. Je zal wel de versie 1 en versie 3, maar waar het nou tussen die versie fout gegaan is, of dat daar nog aantekeningen van zijn, of dat er een gespreksnotitie, wat ertoe leidt dat uit elkaar is gaan lopen, dat lijkt me moeilijk te traceren, want dan kan je het eigenlijk pas naspelen hoe het gebeurd is. Ja, we fixeren ons op het gat van Pallas, maar dat valt binnen bestemmingsplan zeewaardig. Ja. Dat is een stuk breder, dat is de hele boulevard, nog breder eigenlijk. En Tetske Visser van Puur Noordwijk zegt, laten we dat onderzoek niet alleen richten op het gat van Pallas, maar dat breder trekken naar Noordwijk zeewaardig. Is dit, hoe zeg je dat, het puntje van de ijsberg? Geen flauw idee, ik denk dat het goed is. Ik denk op het moment dat je het maakt onderdeel, zoals je zelf zegt, van zeewaardig uit. Daar ga je naar kijken. Ik denk dat je dan je niet moet laten verrassen in dat onderzoek. Pak het hele plan op en licht het helemaal door. Ik denk dat het een goede zaak is. Ja. Maar ik heb geen enkele aanleiding om te denken dat dit een puntje van de ijsberg is. Nee, maar ze doet het verzoek wel om het breder te trekken. Waarom doet ze dat verzoek dan? En waarom gaat iedereen erin mee? Nou ja, wij zijn daarin meegegaan. Omdat ik denk, wat ik uitleg die ik net geef, het maakt onderdeel van zeewaardig. Dus je gaat zeewaardig naar boven tillen. Dat ga je doorlichten met betrekking tot het gat van Pallas. En dan denk ik dat het beter is om heel zeewaardig nog eens door te lichten. Ook naar andere dingen. Ja, er zijn heel veel bestemmingsplannen geactualiseerd. Moeten we alles opnieuw gaan doen? Ja, nou ja, dat weet ik niet. Ik vind het lastig om daar nu een uitspraak over te doen. Maar als ik zou me voor kunnen stellen, laat ik die slag om daarom doen. Op het moment dat ik zeewaardig doorlicht en ik ontdek naast het gat van Pallas nog meer
foutjes of dingen die niet helemaal juist gegaan zijn, ja, zou dat aanleiding kunnen zijn om ook andere plannen kritisch te bekijken. En er was er een discussie in de raad. Mag ik daar nog even op aansluiten? Ja, twee jaar geleden heeft Barrenhorn van het CDA ook vragen gesteld over de grens. Ja. Waarbij het bleek dat de filosoof ook iets te veel mocht. En Rosser op het hoekje, dat mocht ook nachtclub worden en dergelijke. Dus dat er in zeewaardig, dat in de volle breedte is goed. Maar ik denk dat het grote geld, of de grote impact op deze vierkante meters zit. Dus daarom hadden wij het verzoek smaller even neergezet. Maar over de volle breedte gelden. Ja. Zo hebben wij intern ook nog even gevraagd of Jan de Ridder nog één keer de buitengebieden wil bekijken. Want die man die ziet van mij met zijn radaroog in één keer hoe dat in elkaar zit. Dus dat doen we dan nog wel. Er ontstond een discussie in de raad van nu komt er een onafhankelijk onderzoek naar hoe het heeft kunnen gebeuren. En wie moet nu de opdrachtgever worden van het onderzoek? Ja. Moet dat de gemeenteraad zijn of het college? Ja. Een discussie waarvan ik de crux niet snap. Wat maakt het uit? Nou, ik ben 12 jaar, dat zei ik ook, of iets teruggegaan in de politiek. En bij grote zaken met een grote impact vind ik dat de raad in zijn controlerende taak die verantwoordelijkheid naar zich toe kan trekken, moet trekken. En daar hebben we in het verleden een paar voorbeelden van gehad. En onze inschatting over de plek en het volume rechtvaardigt de aandacht van de raad. Niets meer en niets minder. Dus de impact is bepalend voor ons om te zeggen, ja, dat zouden we zo willen. Ja, u was het er niet eens. Nee, nou ja, ik vond dat als je een raadsonderzoek inzet, en ik vind dat een raadsonderzoek gedaan moet worden bij hele zwaarwegende zaken, vind ik dit een te zwaar middel. Ik vind het onderwerp niet zwaar genoeg. Het onderzoek verdient alle aandacht en verdient onze aandacht. Maar ik kon me vinden in de woorden van mevrouw Visser, die zei, er zitten op dit moment nog heel veel raadsleden die zijn ooit bij dat proces betrokken geweest, die zijn nog steeds actief in de politiek, dan ben je in feite je eigen vlees aan het keuren en het onderzoeken. Dat vind ik niet goed. En daarnaast vind ik het middel raadsonderzoek vind ik een dermate zwaar middel, waarbij je ook zegt dat het college eigenlijk een stukje niet vertrouwt om dat onderzoek goed uit te kunnen voeren. En dat vind ik een verkeerd signaal. Ik heb alle vertrouwen in dit college dat de onderste steen boven komt. Dus ik was een voorstander met mijn partij om, en dat voorstel heb ik ook ingediend, laat het college met de vragen komen, laat die voorleggen aan de raad. Dan kunnen we samen die vragen nog verder fine-tunen. Dan gaan we dat onderzoek starten. En mocht dat aanleiding geven dat we echt dingen tegenkomen die niet kunnen, dan kan ik me voorstellen dat we nog een raadsonderzoek instellen. Maar dat heeft dan politieke consequenties. En daar vind ik het op dit moment geen aanleiding. Maar wie de opdrachtgever is van het onderzoek, kan diegene dan het onderzoek beïnvloeden? Het wordt toch een onafhankelijk onderzoek? Want dus of het nou de colleges of de gemeenteraad, vingers eraf, je gaat de vragen met elkaar bespreken, je gaat de conclusie met elkaar bespreken. Waar zit dan de invloed van of college of gemeenteraad? Wat die is wilden bepaald? Wij juist niet inbrengen. Maar die discussie liep wel een beetje zo die avond. Bij ons was het de impact, de omvang, je kan het bijna nog zeggen ook de plek. Het is een belangrijke plek in Noordwijk. En dat verdient, vind ik, aandacht vanuit de raad. Punt. En die andere dingen zouden niet moeten spelen. Nee, in eerste instantie is een gemeenteraad, zeggen ze altijd, een controlerend orgaan. Hoort het niet bij een functie van controlerend orgaan? Nou ja, dat werd gisteravond werd dat ook geopperd. En dat vond ik. Dat is zo. De avond daarvoor hadden we een of andere training hadden we gekregen. Hè. En daar werd ook gezegd van ja, wanneer stopt hè, die controlerende taak. Hè. Je moet niet op de stoel van de wethouder gaan zitten. Je moet niet op de stoel van de uitvoerder zitten. Je moet niet vergeten, Art, we hebben de actualisering van de bestemmingsplannen. Praat ik niet alleen over zeewater, maar daar zat toen druk op. Dat kon Noordwijk heel veel geld gaan kosten als we dat niet zouden gaan doen. Omdat je een lezer zou met bouw, dan kon je als die bestemmingsplannen ouder zijn dan 10 jaar, dan kun je geen bouwleges meer vragen. Bouwleges is een hele grote inkomstenstroom van de gemeente, onder andere een grote inkomstenstroom. Dus er zat druk op om die bestemmingsplannen te doen. Nou, ik weet niet of dat aanleiding is geweest, de haast, dat dingen fout gegaan zijn. Ik weet wel dat het bijna, voor mij als raad, het bijna onmogelijk is om al die bestemmingsplannen één voor één helemaal door te kiezen, zelfs met de fractie. Daar moet je op een gegeven moment ook van uitgaan dat dingen ervoor liggen, dat die goed en juist zijn. En ik denk dat je op inhoud moet gaan. De vraag was, en die is meerdere keren een toenmalige wethouder ook gesteld van, zijn ze conserverend? En dan werd er weer een dingetje uitgelicht. En elke keer bleek na een discussie in de raad of in de commissie dat inderdaad de plannen conserverend waren. En dat er af en toe wat uitlegverschillen waren. Ja, dus voor mij is het op dit moment zo. Ik
denk dat we als raad moeten zeggen, ja, we hebben gefaald in ons controlerende taak. En want de gemeenteraad heeft al die geactualiseerde bestemmingsplannen goedgekeurd. Dus we moeten hand in, ik denk een handschoen in eigen boezem zitten. Ook bij de ambtenaren is iets fout gegaan. Daarom is het heel erg goed dat het onderzoek er nu komt. En ik heb er gewoon vertrouwen in dat het college dat adequaat oppakt, met vragen neerkomt. Die kunnen we controleren. En op het moment dat er daar dingen uitgekomen die niet door de beugel kunnen, dat is dan de beoordeling aan de raad. Ja, dan zouden we dat hele zware middel van raadsonderzoek in kunnen stellen. Want dat heeft dan ook politieke consequenties, denk ik. Maar gaan de ambtenaren dan graven of zetten we een extern bureau erop? We laten nu niet de ambtenaren dat onderzoek doen, neem ik aan. Want nee, maar je moet wel een beetje ministerie van Justitie in praktijk krijgen dan. Ja, moet ik ook... ik moet toegeven. Moet ik ook niks vinden en opeens is het zijn we op zoek naar het bonnetje? Nee, voor mij zit het helemaal niet in die fase. Kijk, ik hoop dat eruit komt dat we leren wat er in een overdracht of in een beoordeling fout gegaan is. Niks meer en niet minder. Dus het gaat niet over ambtenaren, het gaat niet over personen. Het gaat erom, wat is daar gebeurd? Kunnen we het nog repareren? En welke leerling kunnen we eruit trekken? Ja. Dat is de opzet. En als je andere ogen kijken op een andere manier, dat zien we ook bij de accountant, dat zien we ook bij de rekenkamer, dat je wel eens gezegd hebt, let nou daarop. Dus je bent misschien blind voor je eigen handelen. En ik denk dat ze gewoon de paden af moeten lopen. En dan wordt er gekeken welke informatie is er. En wat kunnen we daaruit vinden waar de procedure verbeterd kan worden. Ik ga ervan uit dat het die richting op gaat. En die andere verhalen vind ik allemaal speculatie. En is in het begin helemaal niet... Maar wie gaat het onderzoek doen? Wordt dat een extern bureau van hem? Een extern bureau is onze wens om dat proces te begeleiden. En het huis moet zelf de stukken uiteindelijk aandragen. Het is geen detective verhaal, het is een procedure verhaal. Ja. We gaan het afwachten wat het gaat brengen. Maar ja, even aanvullend erop, zijn voor mij is er nog iets naast het onderzoeken, wat is hier fout gegaan, wat kunnen we hiervan leren, is het natuurlijk ook heel erg belangrijk om te kijken van, is er nog iets te repareren? Ja. En dan zullen we daar ook onze aandacht op... We zijn jaren bezig geweest met de Hotels van Oranje discussie over groot. En dit komt even uit een laadje dat we dit heel verkeerd hebben opgeschreven en een stempel erop hebben gegeven. Dus... Dit, de lering uittrekken, dat snap ik allemaal wel, maar als iemand gewoon een fout heeft gemaakt, moet hij toch een knoop voor zijn oren krijgen? Of ben ik nou gek? Dit is een bepalende plek langs de boulevard. Nou, ik het vind het wel liever over, maar we hebben net een enorme discussie met de Hotels van Oranje achter de rug. Hier kan je nog wel eens meer over discussiëren. Ik denk dat ik zie de relatie niet 1, 2, 3 met de Hotels van Oranje, wat ik constateer. Dat was ook een discussie over grote massaliteit en noem maar op. Daar ging de discussie niet over dat er iets fout gegaan was, wat heel veel geld de gemeente kost. Daar was een discussie over van wat zijn de mogelijkheden en hoe ver mag je een bestemmingsplan overschrijden. Hier is een bestemmingsplan herzien, conserverend herzien, en daar blijkt iets fout gegaan te zijn. Ja, dat vind ik gewoon belangrijk om dat uit te zoeken. Wat is daar in dat proces fout gegaan? Want we zullen de volgende keer weer één keer in de 10 jaar zul je gewoon die bestemmingsplannen moeten herzien. Dus dat proces is een continu proces. Dus het is heel goed om daar eens goed naar te kijken van hoe kunnen we dat proces borgen. En blijkbaar, ik hoorde Theo net zeggen, was het een 6-ogen-methodiek. Dat betekent dus dat 3 mensen daarna kijken voordat die klap erop gegeven wordt. Ja, misschien is dat toch niet afdoende geweest. En vergeet niet, er zat een tijdsdruk op en er moesten heel veel plannen gelijktijdig te gaan doen. Maar het heeft ook 1,2 miljoen gekost omdat we een externe bedrijf hebben ingeschakeld. Ja. En toch gaat het fout. Ja. Dus er zijn toch geen verzachtende omstandigheden voor dit? Het is gewoon maar daarom denk ik niet dat het om personen gaat, Art. Want waar mensen werken, kunnen fouten optreden. Kijk, hier is door meerdere het 6-ogen-principe toegepast. En ik denk dat we daar lering uit moeten hebben. Dat het dus niet gewoon iemand doet wat fout en dat komt dan definitief erin. Het lijkt wel of er in die structuur wat fout gegaan is. Of anders dan andere keren. En daar gaat interesse naar uit. En ja... Het gaat om veel geld en we moeten ook even kijken, de tekening en de tekst zijn ook verschillend. Dat is kennelijk dus ook niet opgevallen. Ja. En wat is nou leidend? Dus wordt vervolgd. We gaan het afwachten. We gaan naar een ander bouwplan, nog ineens zo ver van het gat van Pallas vandaan. Maarten Kruidstaat, de VOMAR gaat daar naartoe verhuizen. We krijgen een parkeergarage, we krijgen een supermarkt, we krijgen appartementjes erbovenop. En bovenop kan je ook nog parkeren. Ja. Nou, dan komen we al bij het sleutelwoord, parkeren. Ik hoor niemand meer over het gebouw, maar de discussie ging over parkeren. En dat komt wel vaker voor. Bij elk nieuwbouwplan, denk ik, op Noordwijk aan Zee verliezen we parkeerplaatsen. Dus het grote discussiepunt bij elke nieuwbouwplan in Noordwijk aan Zee is parkeren. Nou ja, wat mij opviel in de afgelopen periode is dat elk plan wat er komt, het gaat het over parkeren. Wij als Partij van de Arbeid GroenLinks zitten er toch wat relaxter denk ik in. Wij hebben altijd gezegd, parkeren los je op onder de grond.
Ik kan me voorstellen, bij de Maat- en Kruidstraat zijn er eigenlijk twee problemen. Die discussie loopt in mijn ogen een beetje door elkaar heen. Op het moment dat je daar gaat bouwen, ben je tijdelijk een flink aantal parkeerplaatsen kwijt. Nou, daarvan zei ik gisteravond, ja, moeten we daar nou zo heel zwaar aan tillen? Als het te druk in de zomer is, hè, dan zijn er ook heel veel toeristen, heel veel auto's. Dan lost zich dat ook allemaal op. Ja, s'avonds zal het dat een probleempje zijn. Want hoeveel plekken zijn er totaal nu? Ongeveer? Ik dacht, ik hoorde iets van dat op dit moment in Maatregelen 120 plekken. Ja, 130. 130 plekken. Die zullen, ik weet niet, die zullen op dat moment kwijt zijn. Ik heb begrepen dat in de garage die onder de VOMA, de huidige VOMA zit, dat die niet vol is, dat daar ruimte is. Ja, ik denk dat we een mentaliteitsverandering moeten hebben, ook in Noordwijk, dat parkeren niet voor de deur niet vanzelfsprekend is. En als wij die kwaliteitsslag willen maken, dat gaf ik gisteravond ook aan, hè, met de Maartenkruisstraat, met de Parallelboulevard, maar ook zometeen met Jan Kroosplein. Dat betekent voor onze partij het blik onder de grond. Dat betekent voor je deur parkeren zonder enige cent daarvoor te betalen. Is dus er moet onder de Maartenkruisstraat, dat hoge gebouw moet nog een laagje onder een parkeren, kelder extra. Want u zegt dat moet onder de grond. Ja, dan is het niet meer financieel haalbaar, toch? Zoals ik nu het plan, wat er nu plan voor ligt, is er wat discussie over. Hè? Het CDA voert dat, geeft dat ook elke keer aan, over die parkeerbalans. Ik denk dat je dat mee moet gaan nemen in het hele totale plaatje. Niet alleen dat je het daarop kunt lossen bij de Maat- en Kruidstraat, maar zometeen ook bij het Jan Kroosplein, waar ook we willen gaan. En er komt een heel groot onderzoek naar het parkeren. En dan zullen we vooruit moeten kijken. Ja. Maar dat onderzoek is er nog niet. Hoe staat u erin? Het grote discussiepunt is parkeeradres is oké? Okay? Je zegt het eigenlijk wel goed, Art. Want je kan ook zeggen, het bouwvolume. Er zijn in het verleden, ik denk, 3 bouwvoorstellen geweest. Dus iedereen kan zich vinden na het verleden van, dit is passend. Er drukken ook kosten op die plek. Daar is ook naar gekeken. Dat hoor je nu ook niet meer. Dus je kan ook zeggen, die twee onderwerpen zijn helemaal goed gelopen. Dus het gebouw volstaat daar. Waterproblematiek is ook nog een element wat erin speelt. En daarom zou ik die tweede laag daar niet durven. Maar je hoeft niet het parkeren ten volle op het Jan Kroosplein op te lossen. Je kan ook zeggen, ik betrek dat in het Pallasplein. Het jammere is, als je kijkt naar de breedte van dit project en de tijd die ervoor genomen is, dat je, dus zoals wij dat zeggen, denk nou even over die randvoorwaarden na. Van, hoe ga je nou om met tijdelijk parkeren? En daar wordt geen klip en klaar antwoord opgegeven. Als je had er gisteravond gezegd, we hebben een deal met de boer dat 's avonds het parkeerterrein van de VOMAR open gaat voor de parkeervergunninghouders in de buurt, dan had je 50% van het probleem getackeld. De andere 50% is de economische aantrekkingskracht voor de hoofdstraat en de relatie met parkeren. Dus ik denk, hadden we 1 of 2 stapjes verder gedaan, dan had je bijna unaniem de raad mee kunnen krijgen. En daar hebben we een poging de laatste 3 weken toe gedaan. En dat is helaas niet gelukt. Maar plotseling kwam wel het verhaal van dat bewoners misschien toch met vergunningen in de garage kunnen parkeren. Dat is, ik zeg vanaf begin aan gegeven dat die parkeergarage openbaar toegankelijk is. Alleen het is van een particulier en die kan voorwaarden daaraan stellen. Ja. En prijs is daar bijvoorbeeld bepalend in. En je ziet in de discussie van Hotels van Oranje dat je zegt, huurt de gemeente nou voor 40 jaar daar plekken? Dat soort afspraken zijn ook te maken. Dus de invulling van hoe je die parkeergarage benut, daar hadden we ook 1-2 stappen reeds kunnen doen om de raad ten volle mee te krijgen. Ja, dat parkeerplan, want het parkeer is natuurlijk altijd al een probleem, al tientallen jaren. Mm-hmm. Waarom opeens nu een parkeerplan dat later komt dan bouwplannen? Dat is qua volgorde ook niet zo handig. Want ik bedoel, we hebben een discussie gehad, hoe heet die straat, bij Huissen-Duinvoorde. Rudolf Tappenbeekweg, ja. Parallelboulevard wordt opgeknapt, dan raken we weer wat kwijt. Kortom, steeds komt het maar weer terug, dat denk ik van jongens. Gas erop met het parkeerplan, want het is steeds maar een terugkomend probleem. Nou, dat parkeerplan zoals ik dat zie, is een opdracht om te gaan kijken van naar de toekomst, hoeveel parkeerplaatsen hebben we nu echt nodig. Hè? Voor de buurt, maar ook voor de opvangen van toerisme en de parkeren voor de detailhandel. Ik heb ook begrepen dat er heel veel parkeerplaatsen nog steeds leeg zijn. Net wat Theo ook aangeeft, het plan op zichzelf is hartstikke goed. Er loopt wel jaren over te steken om daar iets te gaan realiseren. Nu ligt er een plan. Ik zie geen mogelijkheden meer in dat bestaande plan om het aantal parkeerplaatsen nog verder uit te blijven. Dus om nu nee tegen het plan te gaan zeggen, dan loop ik alleen maar het risico dat het ook weer van de baan zometeen is. En dan lopen we nog hogere kosten lopen erop. En ja, dat is gewoon geen goede zaak. Ik denk dat we nu door het knoop moeten hakken. Ja, dan hebben we tijdelijk een probleem met parkeren. Maar ik geloof erin dat er genoeg parkeeropvang is, tijdelijk.
En ik heb vertrouwen erin dat, dat met een goede bewegwijzering, een goede verkeerscirculatiesysteem, dat dat nodig gaat komen. Waar ik me wel zorgen een beetje over maak, en die heb ik ook uitgesproken, van als ik naar die tekening kijk, dus een beetje art, een beetje getekend, ik heb daar niet echt een heel goed beeld nog bij, gaat dat allemaal wel goed met dat verkeersafhandeling? Dat zijn hele grote vrachtwagens die er doorheen moeten. Hoe gaat dat met veiligheid? Hoe gaat die verkeersafhandeling? Daar maak ik nog wat zorgen over. Oké, maar het plan mag nu door, waar de Kruidstaat onze meerderheid, dat het doorgaat. Ja. En dat parkeren, dat laten we maar even hangen dan, begrijp ik? Nou, ik heb na afloop hebben de wethouder Bakker en ik nog even gepraat. Het is nu klaar. Wij moeten met elkaar in gesprek blijven. En de zorgen van het CDA en bij andere partijen is dat we nu met veel projecten in de uitvoeringsfase komen. En kennelijk zijn we dat een tijdje niet gewend. En daar horen weer andere problematieken bij. Ja. Hè? En eigenlijk drukken we het college op het hart. Betrek dat nou in de uitvoering of in je projectplanning. Hoe dat zijn weerslag op Noordwijk heeft. Dus ja, op dat punt blijven we een beetje drukken. Dat daar goed over nagedacht wordt. En dat het verzachtend is voor de omwonenden. Ja, duidelijk. We moeten haast maken met het parkeren. Heren, daar moeten we het bij laten. Bedankt voor de komst naar de studio. Dit was het stuur van de Bollestreek afslag Noordwijk. Bedankt voor de aandacht. Graag tot de volgende keer.